Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Vanmorgen hebben we nog tamelijk zonnig weer, maar er drijft ook al een enkele stevige bui vanuit Frankrijk het land binnen. In de loop van de ochtend gaan die buien zich verder uitbreiden over het land. Er worden ook stevige exemplaren met kans op onweer, zware windstoten en misschien ook hagel. In de loop van de middag gaan de buien verder via het oosten van het land wegtrekken. Dan koelt het ook weer flink af vanuit het westen. Voor de buien uit wordt het nog zo'n 20 tot 23 graden. Na de buien is het zo'n 15 tot 17 graden. Het waait hoe dan ook stevig. Vanavond gaat het aan de kust zelfs hard of stormachtig waaien. En boven land krachtig windkracht 6 tot 8. Zo halverwege de avond is het een graad of 13 en weer uh, droog. Dan morgen hebben we te maken met zonnige perioden en een aantal buien verspreid over het land. Het wordt 15 of 16 graden en nog altijd waait er een stevige zuidwestenwind. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig, zowel zonnige perioden als een enkele bui. De middagtemperatuur ligt zo tussen de 12 en de 16 graden en vooral donderdag waait het nog flink. Daarna gaat de wind weer wat afnemen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl